Jesus, you love us so much. Jezus, u houdt zoveel van too ons. Too much, excess love. Te veel, echte liefde. Thank you, Lord, for your making it possible for us. Dank u, Heer, om het mogelijk te maken voor ons om hier te zijn deze ochtend, deze namiddag. To serve you. Om u te dienen. That we go to and fro. Dat we doorgaan ermee. That we are still alive, oh God. Dat we nog steeds levend zijn. It's only by your grace. Het is alleen bij uw gratie. In Jesus name. In Jezus naam. Amen. Would you like to sit down in the presence of God? Wilt u gaan zitten in de aanwezigheid van God? Please don't mind my voice. Alsjeblieft, let niet op mijn stem. I've been speaking since yesterday. Ik ben aan het spreken sinds gisteren. Praise the Lord. Geloof de Heer. Praise the Lord. Geloof de Heer. Before I start speaking, voor ik start met spreken, I want to talk on fasting. Pastor said we're going to be fasting from Monday to Wednesday. Er zal een vaste zijn van maandag tot woensdag. From 6 to 6 p.m. If you can carry it to 12, if you can carry it to 3. Van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds, maar u kan het tot 12 of tot 3 doen. And we're going to stand on Psalm. En we gaan staan op Psalmen 68. Arise, O God. Sta op, O God. And scatter our enemies. En beweeg onze vijand. From verse 68 downwards. Say, let God arise and let his enemies be scattered. Let them also that hate him flee before him. You are going to pray for the Lord. You're going to pray for yourself. Also pray for the church. We gaan bidden voor uzelf, maar ook voor de kerk. Every plan of the enemy to scatter the church. Elke plan van de vijand om de kerk God te scatter the enemies. Dat God de vijand in the zal wegdoen. Jesus. In de naam van Jezus. And for yourself as well. En voor uzelf ook. And we have heaven conference coming up. We hebben een conferentie die komt. From Wednesday to Sunday. Van woensdag tot zondag. From 7 p.m. on Wednesday to Saturday. Van 7 uur 's avonds van woensdag no, tot zaterdag. To Sunday. No, Sunday on is 11:30. Op zondag is het om 11:30. So please try to come to heaven conference. Dus alsjeblieft kom naar deze hemelconferentie. Maybe the theme might not be interesting, but the word will be interesting. Misschien is het thema niet zo interessant, maar het woord zal interessant zijn. Praise the Lord. Geloof de Heer. Pastor Paul Enyetje is coming to Solution Hour. Praise the Lord. Pastor Paul Enyetje zal komen naar het uur van oplossing. It's going to be awesome. Het zal ontzagwekkend zijn. And it's going to be on Monday night of October at 7 p.m. Het zal op maandag zijn om 7 uur 's avonds. To Tuesday 10th of October. Tot dinsdag 30ste oktober. At 7 p.m. Because that's the time he can come and then do this solution hour with us. Want dat is de tijd wanneer hij kan komen om deze uur van oplossing te doen met and ons. And I pray that God will help you to come. En ik bid dat God u zal helpen om te komen. Praise the Lord. Geloof de Heer. Let us talk about couples night. Laten we praten over koppelsnacht. Do we have the couples in the house today? Hebben wij koppels in de huis vandaag? It's going to be awesome. Het zal ontzagwekkend zijn. It's going to be anyway. You already know it's going to be in Grand Plaza Hotel. Het zal in een Grand Plaza Hotel zijn. It's going to be awesome. Het zal ontzagwekkend zijn. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Please invite your friends. Alsjeblieft nodig je vrienden invite uit. Invite the unbelievers. Tell them to come and see what God is doing. Nodig de ongelovigen uit en laat hen zien wat God voor ons doet in de naam van Jezus. Please, women, can you just wait behind just after the service? Alsjeblieft vrouwen, kan u na de dienst for even just wachten. A brief meeting. Voor een korte bijeenkomst. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. In Jesus name. In Jezus naam. I'm just asking God to give me speed right now. Laten we God vragen om mij snelheid Holy Spirit, te geven. Give me speed. Heilige Geest, geef Let mij snelheid. Me speak what you want me to speak. Laat mij spreken wat u wil dat ik spreek. In de naam van Jezus. In Jesus name we have prayed. In Jezus naam hebben we gebeden. Amen. Amen. I want to speak on the power of loyalty. Ik wil spreken over de kracht van loyaliteit. I know this is what people don't really talk about. Dit is meer waar mensen over praten. The power of loyalty. De kracht van loyaliteit. Many of us we just live life anyhow. Vele van ons leven gewoon het leven. We just behave anyhow. Wij gedragen ons gewoon. You're not loyal to anybody. Wij zijn niet loyaal tot iedereen. All you care is about yourself. Alles wat wij willen is over onszelf. And yet, en toch. You want people to honor you. Er zijn mensen die u willen eren. The Bible says, give honor to whom honor is due. De Bijbel zegt, geef eer tot degene die eer behoort. So if you are not loyal, how can somebody be loyal to you? Dus als je het niet weet, kan iemand loyaal zijn tot u. So people might ask, what is loyalty? Dus u kan u afvragen, wat is loyaliteit? Loyalty is commitment to those whom God has brought into our lives.
Loyaliteit is toegegeven aan wat God gebracht in ons and leven. Has called us to serve. En zoals God ons geroep heeft even om te dienen. In times of difficulty. Zelfs in tijd van moeilijkheden. It is also developing allegiance. Het is ook iets ontwikkelen. And respect. En respect. In one another. In elkaar. Not seeking to manipulate the other person. Je moet niet zoeken om anderen te manipuleren. Being loyal is to exhibit our commitment to Christ. Loyaal zijn is onze toegeving tot Christus. But our commitment with discernment to the people. Onze toegeving tot afspraak met mensen. And righteous causes. En rechtvaardige zaken. At all time. Op alle tijden. Commitment does not waver. Toegeving is niet relevant. Commitment, what you do is to just say, I am loyal to you. It's not what you do. Wat dat zegt is, ik ben loyaal tot u. Het is niet wat u doet. It's not what you say. Het is niet wat u zegt. Loyalty starts from the heart. Loyaliteit start vanuit het hart. Loyalty start from. They don't mind people. They have what do you call it? This eye service. Ja, loyaliteit is niet zoals oogendienst. It's not eye service. Het is niet oogendienst. It starts from the heart. Het start vanuit je hart. Loyalty. Loyaliteit. Is a willing decision. Is een gewillige beslissing. Nobody is born with loyalty. Niet iedereen is geboren met loyaliteit. You have to decide either to be loyal or not to be loyal. Je moet beslissen om loyaal te zijn of niet. It's just a decision you have to make. Het is een beslissing die u moet maken. Loyalty is demanding. Loyaliteit is afvraging. Loyalty will involve sacrifice. Het zal offering brengen. Loyalty will be rewarded by God. Loyaliteit zal bij God geleid worden. Loyalty to man will be rewarded by God. Loyaliteit door mensen zal door God beloond worden. Loyalty to God also will be rewarded. Loyaliteit tot God zal ook beloond worden. Either way, there are rewards. Er is altijd een beloning. Let us look at Romans chapter 13. Laten we kijken naar Romeinen 13, vers 41. Can I have somebody that will read it so that I can rest my voice a little bit? Kan ik iemand hebben die het voor mij leest zodat mijn stem kan rusten? Romans chapter 13, vers 1 to 5. Romeinen hoofdstuk 13. And somebody read for me? Kan iemand lezen voor mij? Whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinances of God, and they that resist shall receive of themselves damnation. For the rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain, for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. Also for conscience sake. Praise the Lord. Geloof de Heer. Here I cannot talk about loyalty without talking about disloyalty. Ik kan hier praten over loyaliteit en disloyaliteit. Disloyalty is the opposite meaning of loyalty. Disloyaliteit is het tegenovergestelde van loyaliteit. So we cannot go back and start talking the meaning of disloyalty is this and that. Dus we gaan niet terug door te zeggen wat disloyaliteit is. Disloyalty are the people that. How do I put this? Are the people of conspiracies. They always conspire. You see them, they're always on their own. If they have leader, that they are under the leader, you see them wanting to watch them. Disloyaliteit zijn de mensen die altijd op hun eigen zijn. With me. Praise the Lord. Geloof de Heer.
Disloyal people are always having secret meetings. Disloyaliteit mensen hebben altijd geheime bijeenkomsten. They are always involved in discussions. Ze zijn altijd betrokken in discussies. They are always having side talks. Ze hebben altijd vreemde gedachten. The way you catch disloyal people, just watch them. Just say something to them and listen to their comments. Je moet kijken naar deze mensen en iets zeggen tegen hen en luisteren naar hun commentaar. Because they are disloyal, it's automatically inside them. En omdat ze niet loyaliteit zijn, gaan ze automatisch iets verkeerd doen. They will just throw the word. Ze gaan gewoon de wereld vernietigen. Because the word that they throw is unconscious. Want het woord dat ze zeggen is niet goed. Because naturally they are disloyal. Want natuurlijk zijn ze so niet loyaal. So they make their side talks. Dus ze hebben vreemde gedachten. Ah, Pastor Mike, no mind him. This man, only God will help him. En ze zeggen, Pastor Mike, geen zorgen over hen. God zal het wel handelen. Just side talks. Zijn vreemde gedachten. Pastor Boma, ah, the way she even talks. Don't mind her. Je moet niet op haar letten. Side talks. Vreemde But gedachten. Anyone that is loyal. Maar iedereen die loyaal you is. Cannot, you cannot, when even they say something. Wanneer mensen iets you zeggen, have a good word to talk about the person you are loyal to. Zullen ze een goed woord hebben voor de mensen die loyaal zijn? God watches over everybody. God kijkt naar iedereen. And he sees everybody. En hij ziet iedereen. The members of the church. De leden van de kerk. They come to church. Ze komen naar de kerk. Whenever they talk about New Life Assembly outside, when they gather in their gathering. Wanneer ze praten over New Life Assembly buiten, wanneer ze samenkomen in de samenkomst. When they hear their words. Wanneer ze woord horen. You want, and the next Sunday they will come to church and sit down. Volgende zondag zullen ze komen en zullen ze neerzitten. And they will come and pray. En ze zullen komen en bidden. And you expect God to answer. En ze verwachten God om te antwoorden. This loyalty does not pay. Niet loyaliteit, het betaalt niet. If I'm lying, go and ask Judas. Als ik lieg, moet u het vragen aan Judas. Everybody that has been disloyal has ended badly. Iedereen die niet loyaal is geweest is slecht geëindigd. There's no two ways about it. Er is geen twijfel daarover. When you sit down together and discuss a man that God has put over you, are you loyal? Wanneer u samenkomt met mensen en discussieert, bent u dan loyaal? I was preaching today. I told them about Miriam. Aaron and Miriam. Ik predikte vandaag en ik praatte over Miriam. When Miriam and Aaron was talking against Moses, was Moses there? Wanneer Miriam praatte over God Moses, had it. Was God had het gehoord. Because how dare you talk against my son? Hij heeft gehoord dat hij tegen friend. Zijn zoon heeft gepraat, he tegen de vriend. He was a homeless man in this planet Earth. En we moet, the man that speak one to man, one to one. Er was een man die sprak van 1 tot 1. And what happened to Miriam? En wat gebeurde er tot Miriam? He was leprous for 7 days. Het was daar voor 7 dagen. Let me tell you, God killed Miriam spiritually. God heeft Miriam dus geestelijk gedood. If you read your Bible, after that time, nobody heard about Miriam until the day she died. Als u de Bijbel leest, dan niemand heeft nog over Miriam gehoord tot de dag zij stierf. That's the way you watch the royal, these royal people. They will struggle and struggle. They will do all sorts of things. God will present them because you have been disloyal unto the person I have put over you. Daarom mensen die niet loyaal zijn, ze Even worstelen. Also disloyal to God. Zelfs wanneer je loyaal bent tot God. Go and ask the children of Israel. Je kan het vragen aan de kinderen van Israël. To and fro out of bondage. Ze gaan God uit. God bring them out 1 minute. They disloyal again. God take them back. Ah, God, the God is too much. God is te veel. Praise the Lord. Geloof de Heer. I cannot talk about disloyal. Ik kan praten over disloyaliteit. Absalom. Maar we gaan praten over Absalom. We have them. We hebben ze. If you look at somebody, thank you for supporting me. God bless you. Praise the Lord. Geloof de Heer. You cannot talk about without calling Absalom. Je kan het niet noemen and zonder the book of Absalom. 2 Samuel. Can we just look at it? My brother, I want you to read again for me. I like the anointing in your voice. 2 Samuel. 2 Samuel. 15. 15. From verse 2 to 6. Van vers 2 tot 6. And Absalom rose up early and stood before the way of the gate. And it was so that when any man had a controversy came to the king for judgment, then Absalom called unto him and said, Of what city art thou? And he said, The servant is of one of the tribes of Israel. And Absalom said unto him, See, thy matters are good and right, and there is no man deputed of the king to hear thee. Absalom said, Moreover,
Oh, that I were made judge in the land, that every man which had any suit or cause might come unto me, and I would do him justice. And it was so that when any man came near to him to do him obeisance, he put forth his hand and took him and kissed him. And on this manner did Absalom to all Israel that came to him for judgment. So Absalom stole the hearts of the men of Israel. Why wound him? Why people are so naive? Waarom zijn mensen zo naïef? He stands at the gate. Hij staat aan de poort. And pretend to be knight, fake. En hij doet alsof hij vals is. He stopped everybody. Maybe King David will be waiting in the palace. I have not been seeing anybody in the palace. What is going on? King David had zich afgevraagd dat hij niemand zag in het paleis en vroeg zich af, wat is er gaande? He didn't know that there's Absalom at the gate. Hij wist dat Absalom aan de poort was. Stopping people from coming to him. Te komen naar hem. Feel that he is the best person because of what he wanted. Hij voelde dat hij de beste persoon was van wat God wou. Disloyal people. Niet loyale they mensen. Always have agenda. Ze hebben altijd een agenda. Hidden agenda. Een verscholen agenda. You need the spirit of God. Je hebt de geest van God nodig. To discern them. Om hen te verstaan. Because they come. Want zij komen. They criticize the pastor. Ze bekritiseren het gospel. They criticize the leader. Ze bekritiseren de leider. If I were the pastor of this church, als je de pastor was van de kerk. I could have said this, maybe you are living in sin. Dan kon ik zeggen dat u misschien in zonde leeft. I could have overlooked it. Als je het overgekeken hebt. It's God that we are serving, it's not him. Het is niet hem die wij dienen. Department, why are they doing this in welk departement u ook zit, waarom doen ze die dingen? Before you know, voor u het weet. Their heart is being poisoned against the pastor. Hun hart is vergiftigd tegenover de Because pastor. He will not allow you to do the wrong thing. Want hij zal u niet toelaten om een verkeerde ding te doen. Am I talking to somebody here? Praat ik tot iemand hier? We have them everywhere. Wij hebben ze overal. They pretend to be nice. Ze doen alsof ze vriendelijk zijn. Absalom, they said they are always in secret meetings, conspiring against the authority at all time. Ze zijn altijd in geheime bijeenkomsten en ze doen altijd alles tegen autoriteit. They will come, they give them fake hugging. Ze zullen komen en een valse knuffel geven. They are so nice. Ze zullen kussen. But you don't know that their agenda, they have hidden agenda. Maar ze hebben een verscholen agenda. And I pray for everybody here today. En ik bid voor iedereen hier vandaag. That God will open your eyes. Dat God uw ogen zal openen. That when you see an Absalom. Dat wanneer u een Absalom ziet. Your spirit will bear witness with dat you. Dat die geest met u zal zijn. That this is an Absalom. Want dat dit een Absalom is. The spirit is everywhere. De geest is overal. Praise the Lord. Geloof de Heer. The Bible said that Absalom stole the heart of the people. De Bijbel zegt dat Absalom de harten van de mensen heeft gestolen. And look at 1 Samuel again. 2 Samuel, yeah? 15:12. Let us look at the verse 12 of that place. Laten we kijken naar vers 12 op die plaats. My brother, read again. You see, and Absalom sent for Ahithophel the Gilonite, David's counselor, from his city, even from Gilo, while he offered sacrifices, and the conspiracy was strong, for the people increased continually with Absalom. And the people increased continually with Absalom. En de mensen verhoogden. Disloyal people, they look for your friends. Niet loyaliteit, de mensen kijken naar hun vrienden. Disloyal people, they look for the one that is close to you. Ze zullen kijken naar degene die dichtbij zijn. Because bij u. If they can get the heart of the one that is close to the person. Want wanneer ze het hart kunnen krijgen van de mensen die dicht bij u they zijn. They will be able to get the man that they are looking for to pull down. Dan zijn ze in staat om de man te hebben die ze naar beneden willen drukken. Absalom have to locate Ahithophel. Absalom heeft ze gelokaliseerd en wou ze doen vallen. The counselor of David. De raadgeving van David. The Bible recorded that when Absalom advised David. De Bijbel heeft gezegd dat wanneer Absalom David heeft geadviseerd. It's like the voice of God to David. Het is zoals een stem van God tot David. Because God have anointed him for that. Omdat God hem had gezalfd voor dat. And they will have to look for that leader that don't like you very well, but although that one still remain with you. En ze moesten kijken naar die leider waar u niet van hield, maar ze moesten die toch wel hebben. Because Absalom
knew that Ahithophel, although is David's counselor, but there's something that David did that he has been bearing in mind. You know, Satan is very trickish. En Absalom wist dat David kon vallen door dit te doen. Maar u moet weten dat Satan heel erg listig is. Ahithophel was the, I think the uncle to Bathsheba, please correct me if I'm wrong, that David killed the husband. David heeft de man gedood. So for definitely, he has got something against David. Dus hij had iets tegen David. And the disloyal always know they know how to locate such people. Niet loyaliteit zijn gaat niet altijd deze mensen lokaliseren. And Absalom located them. En Absalom heeft ze gelokaliseerd. That's why when you are in a church. Wanneer u in een kerk bent. In an organization. In een organisatie. Even at workplace, be loyal. Zelfs op werkplaats wees loyaal. Because those people that if you know that you are close to your boss or you are close to the man of God, they will locate you and they will pull you down. De mensen die weten dat je dicht bij de baas bent of bij God, ze zullen u lokaliseren, ze zullen u naar beneden drukken. If I'm lying, ask Ahithophel what happened to him. Als ik lieg, vraag het aan die persoon en wat er they gebeurt never met prosper. Hem. Is ze niet voorspoedigd? They always kill themselves one way or the other. Ze doden elkaar altijd. Praise the Lord. Geloof de Heer. The disloyal people always look for those that are closer to you to abuse their mind to turn against you. De niet loyale mensen zullen altijd kijken naar de mensen die dichtbij zijn bij u om ze te misleiden. Truly, these disloyal people, when they finally succeed, they always have disloyal people around them. Niet loyale mensen, wanneer ze succes hebben, zullen er nog meer niet loyale mensen zijn. That will not allow me to talk more about Absalom. En dat is waarom er niet moet gepraat worden over But Absalom. God always know how to destroy the disloyal people. Maar God weet altijd hoe hij niet loyaal always. Is moet vernietigen. Altijd. There is no reward in disloyalty. Er is geen beloning in niet loyaliteit. It is absolute. Het is absoluut. Maybe you might have a boss that does not understand that's wicked. Don't worry. Don't worry. Continue your loyalty. Misschien hebt u een baas die het niet begrijpt, maar wees niet ongerust. Wees you loyal. Might have a leader that is disloyal. Don't worry. Continue your loyalty. U kan een leider hebben die niet loyaal is, maar geen zorgen, blijf Because loyaal. The only one that reward is God. Want de enige beloning die er is, is God. God sees your loyalty and he rewards well. God ziet uw loyaliteit en hij beloont goed. Even when they are not treating you well, God sees. Zelfs wanneer ze u niet goed behandelen, God ziet het. Am I talking to somebody here? Praat ik tot iemand hier? And when it's time to reward, God will reward you. En wanneer het tijd is om te belonen, God zal u belonen. I am telling you the truth. Ik vertel u de waarheid. We went to Africa. Ik ben naar Afrika gegaan. That was where I got this message. Daar was een boodschap van God. Pastor, we went to one church where my husband went to preach. Pastor, wij gingen naar een kerk waar mijn man heeft gepreekt. I know the pastor. Ik ken de pastoor. But as soon as we enter. Maar toen we binnenkwamen. What we saw was extraordinary. Wat ik zag was extraordinair. Because I've always known the man as a loyal man. Want ik ken die man altijd als een loyale man. But as soon as we enter. Maar toen we binnenkwamen. What came out of my mouth? Oh my God, the power of loyalty. Wat kwam uit mijn mond was, oh mijn God, de kracht van loyaliteit. When everybody was fighting the boss, he did not fight with him. Wanneer iedereen aan het vechten was, when they were saying evil things against the boss, he was not involved. Wanneer ze slechte dingen zeiden tegen de baas, toen hij niet betrokken was. He continued with loyalty. Hij ging verder met loyaliteit. I've watched him over the years. En het ging over jaren. When the boss moved to England, he followed the boss. Wanneer de baas naar Engeland ging, hij volgde he went de baas. To see him. Hij ging hem zien. He remained loyal in the church. He remained loyal to his boss. Hij bleef loyaal in de kerk en hij bleef loyaal tot in de baas. And I said, why won't God bless this type of man? En hij zegt, waarom zou God deze man There zegenen? There is blessing in loyalty. Er is een zegening in loyaliteit. There is no two ways about it. Er is geen twijfel daarover. When it's time to be blessed, he was blessed. Wanneer het tijd is om te zegenen, was hij gezegend en is nog in steeds gezegend. In de naam van Jezus. And I pray for everybody here en today. Ik bid voor iedereen hier vandaag. In whatever you are doing. In wat u ook doet. Be loyal. Wees loyaal. At work, be loyal. In werk, wees loyaal. At home, be loyal. Op thuis, in wees the church, be loyal. In de kerk, wees loyaal. Remember, the rewarder of good things is God. Herinner u dat er een goede beloning is. He will reward you.
Hij zal u belonen. For those walking with me, I command you, please be loyal. Voor degenen die wandelen met mij, yes, wees loyal. Yes, I have my own way, but God will pay you back. Ik heb mijn eigen weg, maar God zal me terugbetalen. There is no other, but God will reward you handsomely. Er is geen twijfel mogelijk. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In de naam van Jezus Christus van Nazareth. I have no power of my own. Ik heb geen kracht bij mijzelf. But only God has the power to reward. Maar alleen God heeft de kracht om te belonen. Absalom. Was so horrible. Was so miserable. He planned everything. Hij heeft alles gepland. He said, when man purpose, God disposes. When he planned. Wanneer hij plande. He got a hit over because he knows that when he gets a hit over, he will kill the father. Hij wist dat hij dan de vader zou doden. And he will become king. En hij werd koning. The counsel. De raadgeving. That a hit over gave to Absalom is absolute. Good counsel. Dat gegeven was aan Absalom was absolute goede raadgeving. If Absalom could have followed that counsel, als Absalom die raadgeving had gevolgd, he could have destroyed David. Kon hij David vernietigen. Because David was weak. Want David was zwak. David was tired. David was moe. And knowing that it's your own flesh and blood that is fighting you. Het was zijn eigen vlees en bloed dat hij vechtte. Zijn we geëindigd nu? So he went. Absalom said, "Now let's go and fight David right now." Dus hij ging en Absalom zei, "Laten we vechten tegen David nu." Because right now he's weak, he cannot do anything. Want he cannot fight. Hij is zwak nu en hij kan niets doen. But thank God for David. Maar dank God voor and David. God gave wisdom. God heeft wijsheid he gegeven. Asked Hushai, stay behind. Hij bleef and achter help en helpte. To thwart the counsel of Ahithophel. You know the plan that Hushai gave to Absalom. De plan die aan Absalom is gegeven. He said, you know your father. He's a mighty father. Het is een machtige God. Warriors. Hij heeft everything around him. Alles rond hem. So if you go now, dus als u gaat you nu, know even your father will not be there. You'll be hiding somewhere in the cave. Je vader zou hier niet zijn. He told him, he gave him a counsel that would take 1 week or more. Hij gaf hem een raadgeving van 1 week of meer. Let them be on the valleys everywhere. Laten ze overal mensen hebben. Will it take you to gather all the whole people? Hoeveel mensen zal je nemen om samen te komen? Gathering all those people. En samenkomst van de mensen. David must have got back his strength. En David heeft zijn kracht teruggevonden. And plan his way. En heeft zijn weg gepland. And David prayed. En David bad. God. Thwart the counsel of Ahithophel. Tegen de raadgeving. And that is the type of prayer I want us to pray for ourselves. Ik wil dat we dat bidden that every counsel signing you. Dat elke raadgeving betreffende u. God it. Dat God het in the name laten of zien. Jesus. In de naam van Jezus. Every evil counsel. Elke slechte raadgeving. Signing you. Betreffende u. That God you thwart it. God zal het u every laten zien. Every evil counsel. Elke slechte raadgeving. The church. Betreffende de that kerk. That God you thwart it. Dat God zal het laten in zien. In the mighty name of Jesus. In de machtige naam van Jezus. In Jesus name we pray. In Jezus naam we gebeden. Please sit down for a few more minutes. Alsjeblieft zit voor een paar minuten. I'm rounding up. Ik ga afsluiten. When people sit down, wanneer mensen neerzitten, and gossip and criticize the set man, en roddelen over de set man, the leader of the church, de leider van de kerk, destroying him, vernietigen hem, character assassinating him, that is disloyalty. Dat is niet loyaal zijn. And God frowned at it. En God